Welkom beste kijkers, vandaag een shockreporterdag bij de voetbalvereniging SVW, waar vanmiddag toch de topper wordt gespeeld tussen SVW en Grote Lint. Ja, Grote Lint is tomelijk de ploeg in de derde klasse C met de minste verliespunten. En die zullen vandaag graag de 3 punten mee naar Sportpark Bakenstein nemen. Ja, wil SVW nog mee willen blijven doen om het kampioenschap, mogen ze vandaag geen puntenverlies leiden. Dus die zullen er ook alles aan doen. Alle ingrediënten zijn er weer voor een mooie wedstrijd. Maar voor we aan de wedstrijd beginnen, gaan we eerst even met de pupil van de week praten. We hebben er deze keer zelfs 2. En ze stellen het er eigenlijk zelf even aan u voor. Ik begin met deze meneer aan deze kant. Mijn naam is Boas en ik voel me bij SVW Jeo 9-2. Oké, Boas, bedankt. Even naar je buurman. En jij? Ik ben Effe. Ik speel bij SVW en bij de Jeo 11-1. En Effe, heb je vandaag nog gevoetbald? Ja. Wat heb je gedaan? Gewonnen met 10-3. 10, dat is nog een uitslag. En heb je ook nog gescoord? Ja, 3 keer. Zo, jij staat volgende week het eerste. Ja. Ja? Oké. En jij, Boas, heb jij vandaag nog gevoetbald? Ja. Wat heb jij gedaan? 4-1 gewonnen. Hoeveel? 4-1. 4-1. En heb jij nog gescoord? 1. Hey, zo. Ik heb 2 scorende spelers bij me zitten. En op welke plaats speel je? Speel je voorin in het team ook? Spits. Oh, jij bent de spits? Ja, kijk eens aan. En wat vind je zo leuk aan voetballen? Weet ik niet. Weet je niet? Ja, het is leuk met elkaar spelen, hè? En Boas, wat vind jij, of Effe is het, hè? Ja. Wat vind jij zo leuk aan het voetballen? Ja, ik weet niet, gewoon met je team spelen en dan sowieso elkaar wel motiveren en dat ze om door te gaan. Ja, dat is het wel, ja. En trainen, vind je trainen ook leuk? Ja. Ja? Hoeveel trainers heb je? 2. Kijk eens aan. Boas, en wat vind jij leuk? Vind je trainen ook leuk? Ja. Ja? Hoeveel trainers heb jij? 1. 1? Nou, dat is ook wel leuk. En school gaan, hoe vind jij school gaan? Goed. Ja, ook goed. Kijk eens aan. Heb jij ook nog andere hobby's dan voetballen? Nee. Nee? Niet op een gamen of zo op de computer? Nee, ja. Ja? Oh, Xboxje of zo? Ja. Ja, dat dacht ik al. En dan ga ik weer naar mijn vriend aan deze kant. Even. En wat heb jij voor hobby's? Voetballen en gamen. En gamen, ja, dat dacht ik al. En school? Ja. Wat bedoelt met school? Vind je het fijn op school, of niet? Ja, het is wel fijn op school, ja. Oh, kijk eens aan, dat is leuk. En ga je wel eens meer zaterdags kijken bij het eerste? Ja. Jij bent echt een voetballiever? Ja. Heb je ook nog een favoriet? Dat niet. Nee? Oké. En dan gaan we weer naar Boas. Boas, heb jij nog een favoriet bij het eerste helftal? Of ga jij niet elke keer kijken? Nee. Nee? En nog geen favoriet? Nee, nog niet. En betaalde voetbal? Ajax, Feyenoord of PSV, heb je daar nog een favoriet? Ja. Wie? Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt. Ah, kijk eens, jij hebt echt wel goed, een goede kijk erop, hè? En nou hebben we vanmiddag hier ook een belangrijke wedstrijd, dat weet jij, hè? Wat denk jij dat het gaat worden? Gelijkspel. Gelijkspel, jij bent echt voorzichtig, hè? En, wat denk jij ervan, even? Wat gaat het worden hier vanmiddag? Denk gelijkspel ook. Jij denkt ook een gelijkspel. En heb jij nog favoriet in betaalde voetbal of zo? Ja, bij PSV, Lozano. Ja, dat is ook een hele goeie, hè? Ja. Zo goed zou jij ook willen worden, hè? Ja. En ga jij misschien later ook in het eerste spelen of nog hoger? Ja, als het kan wel hoger, ja. Ja, dat is altijd leuk als je over kan, hè? Ja. Oké. En Boas, jij, wil jij later ook in het eerste spelen of hoger? Hoger. Hoger ook. Jij wil ook meer naar het betaalde voetbal? Ja. Ja? En als betaalde voetbal niet lukt, wat wil je dan later worden? Weet ik niet, hè. Weet ik niet. Je moet nog eerst maar eens een poosje leren en dan kijken. Ja. Ja, maar zo is ook. En jij, als bij jou het betaalde voetbal niet lukt, wat wil je dan worden? Ja, probeer een advocaat of zo te worden. Ja, kijk, leuk. Hey, jongens, ik vond het ontzettend leuk dat jullie mij even te woord wouden staan. Hey, ik wens jullie beiden vanmiddag een leuke middag. Hey, en ga nu even lekker warm lopen met de jongens. Hey. Boas, bedankt. Ook bedankt, ik vond het ontzettend leuk.